video waarop jullie gewacht hebben, want... ik heb de 1000 abonnees gehaald en dat betekent een hele grote winactie. Want hiervoor deed ik met elke 100 abonnees een winactie met een groot boekenpakket. Maar toen dacht ik, ja, 1000 abonnees kan ik niet gewoon met een boekenpakket aankomen. Dus ik heb alle uitgeverijen en boekenshops en alles gemaild om te vragen of ze mee wilden werken. Ik heb echt hele toffe dingen. Ik heb niet alles fysiek hier om te laten zien. Omdat sommige dingen achteraf gestuurd zullen worden. Maar ik kan jullie wel een idee geven van wat ik allemaal ga verloten. Zo mag ik van Best of YA het boek 13 minuten weggeven. Een boek waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Zie je binnenkort ook een recensie van. Ik heb het boek mogen corrigeren en ik vond hem echt gewoon geweldig. En het mag ook een exemplaar weggeven van Reckless Journal. En dat is een jubileum editie. Volgens mij na 10 jaar. En heeft ook een hele nieuwe cover zoals je ziet. En het is zeg maar in een nieuw jasje gestoken. Dus ik mag van Best of YA, Reckless Journal en 13 minuten weggeven. Van HarperCollins mag ik een gesigneerd exemplaar van Eerste Leven van Gina Showalter weggeven. En van Dutch Venture Publishing mag ik Tot in de Dood van Deborah Elisabeth weggeven. Ik zeg wel heel erg vaak het woordje weggeven. Maar ik mag dus echt heel erg veel weggeven. Ik vind het echt... gewoon awesome, dat iedereen zo goed meewerkte. Dus ik ga laten zien wat ik ook hier nog allemaal heb liggen voor op de bank, waar de honden heel erg nieuwsgierig naar zijn. Want dit zijn de spullen die ik al binnen heb. En ja, bereid je ervoor. Maar dat wordt echt een awesome verloting. Van uitgeverij Q mag ik een exemplaar van Phobos weggeven van Victor Dixon. Van Young and Awesome heb ik 3 tassen gekregen om te verloten. Maar dat is nog niet alles. Ik heb ook nog pennen van Young and Awesome. En ik heb echt heel veel postcards gekregen. Ga ik ook verloten, komen bij jullie pakketjes. Van Letters and Lights van Emmy van Ruiven mag ik een kaars weggeven. En het is Nippelin, een handmade wax candle. En ik maak hem eventjes open. Nou hoop ik dat ik hem jullie kan laten zien. Wacht even, dit was even achter me. Met glitterven. Oh, hij ruikt echt heerlijk. Die mag ik weggeven. En Celebrate Books Box had in de Sarah J. Maas box iets extra's erbij gedaan. Namelijk dit spiegeltje met deze fanart. Ik weet niet of je het kan zien, maar de fanart die gemaakt is bij de boeken. Die heb ik dus dubbel. Dus die ga ik 2 keer weggeven. Maar ik heb zelf ook nog wat Celebrate Books Box items verzameld. En dat is deze handmade soap. Dit is van de Lunar Chronicles van de Cinderbox. Ik heb hier, ik zat heel dicht uit te pakken, zat ook in de Sarah J. Maas box. Een boekenlint. Heel erg mooi. Aan de ene kant heb je hier, je zit een stukje van het boek in, zat een Reese. Met een, wat is het, met een steentje, met een sterretje eraan. En hier zit dan een maandje aan met een bolletje. En dit kun je dus zo in je boek leggen. Een exclusief gemaakte notebook van Assepoester. En ik heb natuurlijk het notebook van Beauty and the Beast. Met dit op de achterkant, dat vind ik echt, dit is zo mooi. En hier heb je dan die roos, maar als je dit open doet... hier ook nog een hele mooie quote staan. Some girls watch Beauty and the Beast and wanted the prince. I watched it and wanted the library. Dus ook deze spullen van Celebrate Books Box verloot ik. Van Clavis heb ik een telefoonhoesje van Miss Peregrine's Children of Miss Peregrine's Peculiar Children. Ik kan niet goed zien van welke telefoon het is. Maar het ziet eruit als iPhone, een iPhone 6 denk ik. Wacht, ik kan even checken, want ik heb zelf een iPhone 6. Ja, dit is van een iPhone 6 of 6S. En zelf had ik ook nog een cover voor een iPhone 6S. 6 en 6S. En die had ik al heel erg lang liggen en niet gebruikt, nog steeds in de verpakking. Ik dacht, misschien is het ook wel leuk om die te verloten, want het is namelijk een confettibomhoesje. Dus jee, kijk eens, confetti. Woe! Die verloot ik ook. En ik mag 3 exemplaren weggeven van het boek Weg van Jou, een nieuwe roman van N.E. Montani. En staat hier jouw date voor vanavond. En ik heb heel veel setjes met boekenleggers en met flyers die ik weggeef. Dus iedereen die meedoet, maak sowieso kans op een setje boekenleggers. Of je nu wel iets anders hebt gewonnen of niet. Maar ik heb echt nog iets heel erg tofs. En dat is voor iedereen. Het is ook al win je niet. Ik wil proberen zoveel mogelijk mensen blij te maken. Dat iedereen wel iets krijgt. Dat ligt eraan hoeveel mensen er meedoen. Maar ook al win je niet of doe je niet mee. Ik kan je wel een hele toffe kortingscode geven. En de korting is een maand geldig. En ik heb zelf ook heel veel items in mijn kast en hier zo liggen. Dus ik ga even laten zien wat je onder andere bij Spread the Book Love kunt kopen. Onder andere dit schattige portemonneetje. So many books, so little money. Deze tas. Deze is echt, ik vind het echt helemaal geweldig. En ja, ik heb wel een beetje een linnen tasjes obsessie gekregen. Deze coole tas. En deze is op dit moment in gebruik, maar...
deze tas. Dit hebben ze dus ook te koop. Dit kun je allemaal met de kortingscode kopen. Maar achterna heb ik ook nog wat staan. Hebben ze ook de bookjar. Ik moet hem nog vullen, want ik heb nog steeds die briefjes niet. Ik kan hem wel doen. Deze is wel al een beetje gevuld. De Personal Library Fund. Nou, daar moet je dus geld in doen. En bijvoorbeeld de Shut Up I'm Writing Mop. De Spread the Book Love heeft echt een waanzinnige winkel. Linkje hieronder. Wil jij dus de kortingscode gebruiken? Wil jij 15% korting op jouw bestelling krijgen? Hoef je alleen maar bij het afrekenen deze kortingscode in te vullen. Chinook 1000. Dus dit is hem. Dit is alles wat ik weg mag geven. En ik vind het gewoon echt heel erg tof. En zoals ik al zei, het ligt aan hoeveel mensen er meedoen. Ik wil dan zoveel mogelijk pakketjes maken. Zijn het er heel veel, dan worden het kleinere pakketjes. Want ik wil gewoon dat het zoveel mogelijk mensen blij worden. Zijn het er weinig, nou dan heb je geluk. Dan heb je grote pakketten en dan krijg je meer dingetjes. Maar natuurlijk probeer ik ook iedereen een setje boekenleggers en flyers te sturen. En iedereen mag gebruik maken van de kortingscode. Er zijn heel weinig voorwaarden. Zoals jullie weten is dit een verlotingsvideo voor de 1000 abonnees. Dus is de verloting ook echt voor mijn abonnees. Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan hieronder eventjes op de knop om dat wel te doen. Abonneren is gratis en dan krijg je een melding als er een nieuwe video online staat. Verder vind ik het natuurlijk leuk als je een duimpje omhoog geeft en laat hieronder in een reactie weten dat je meedoet. Je kunt niet kiezen, dus je kunt niet aangeven ik wil dit of dat winnen, maar je hoeft alleen aan te geven dat je mee wil doen met de winactie. Laat deze winactie 2 weken staan, dus tot en met woensdag 21 juni kun je meedoen met de winactie. 5 uur sluit zeg maar de winactie. En dan ga ik dus kijken wie ik allemaal blij kan maken. En dan krijg ik zo snel mogelijk bericht hier onder jullie berichtjes. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En nou ja, daarna ben ik gewoon heel erg blij met jullie, met elke abonnee. Ik vind het echt heel erg tof dat jullie nog steeds abonnee zijn. En ook de nieuwe abonnees, heel erg leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie mijn video's leuk vinden. En ik hoop de komende maanden nog veel meer leuke dingen weg te mogen geven. Het zal niet bij elke 100 abonnees weer een boekenpakket zijn. Want dat hebben we nu heel erg vaak gedaan. 10 keer. Ja, 10 keer. Toch? Ja, want 10 keer 100, ja? Ja, 10 keer 100 is 1000, toch? Maar ik ga 1 keer in de zoveel tijd gewoon spontaan een boekenpakket weggeven. En ook gewoon boekenleggersetjes en leuke verlotingen met uitgeverijen en boekenwinkels doen. Dus er komen zeker nog hele leuke winacties aan, maar niet meer standaard elke 100 abonnees. Gewoon tussendoor. En ik hoop natuurlijk dat ik er zoveel mogelijk blij kan maken. Ik zie jullie bij de volgende video en heel veel succes. Doei doei!